0-7-tuig. Yo, yo, yo mensen, welkom bij een nieuwe 0-7-tuig FIFA 19 video. En vandaag is het pack opening donderdag. Ik heb het de afgelopen weekend league echt extreem goed gedaan. Ik heb helemaal niks verloren. Oh ja, en ik heb ook niks gewonnen, want ik was niet gekwalificeerd. Echt een eikel ben ik af en toe, echt een eikel. En daarom gaan we nu gewoon kijken welke packs we wel hebben gedaan. We gaan het voortaan anders doen. Ik ga gewoon op donderdag of vrijdag, wanneer ik tijd heb, ga ik gewoon alle packs die ik de hele week heb gekregen of verdiend. In SBC's, in Division Rivals, in FUT Champions gaan we gewoon openen. En dan gaan we kijken wat eruit komt en dan gaan we duimen dat er iets moois uitkomt. Laten we gaan kijken welke packs we dan deze week hebben. Zoals ik al zei, geen FUT Champions pack. Ik ga me zo meteen gelijk even kwalificeren dat ik dit weekend wel FUT Champions kan spelen. Dan heb ik volgende week wat betere packs. Ik wilde eerst eigenlijk samenvattingen gaan maken over de FUT Champions. Maar ik heb gewoon gemerkt dat ik daar te weinig tijd voor heb. Ik werk gewoon heel de week. En dit is voor mij veel makkelijker. Ik geef gewoon live commentaar. Ik open gewoon die packs. Dat is ook het leukste om te zien. We kijken gewoon wat erin zit. En dat gaat het worden gewoon voortaan. In ieder geval voorlopig. Wat hebben we voor doelstelling gehaald dan? Speel Division Rivals. Nice man. 100 munt om mee te beginnen. Dit is lekker. En een beschermer. Kom op. Wat een begin. Oké, zonder grappen. Division Rivals. Ik ben dus ook niet eens in 1 gekomen omdat ik geen Champions heb gespeeld. En dan mis je gewoon zoveel punten. Ik had geen zin om nog 30 potten Rivals te gaan spelen ofzo. We gaan maar gewoon voor optie 2 verhandelbaar. Oké, voor vandaag hebben we dus 11 pakketten te openen. Ik heb er nog een paar van FUT Draft. We beginnen met een goudpakket. Let's go, man. Kijk eens, Tompkins. Netjes, netjes. Die goudpakketten gaan we maar gewoon proberen zo snel mogelijk doorheen te gaan. Die houden we voor SBC's. Die kunnen we nog wel gebruiken. Beschermer weer. Oh, 2 beschermers al. Die kunnen we houden. Die houden we zeker. Spurs dubbel. Voor de gelukkige vinder. Volgende pakket. Weer een goudpakket. Ja, goudpakket hebben mij nog nooit van mijn leven wat gegeven. Is het bij jullie wel eens gebeurd? Mij nog nooit. Kijk, ik krijg altijd bullshit. Ah, Dini. Ja, leuk speler, maar voor FIFA. Herstel Arm. Liga Rvatska. Daar ben ik vroeger nog trainer geweest. Ja, je zou het niet geloven, het is echt waar. Oké, snel verkopen. Chalas. Een premium goudpakket dan. Krijgen we daar wat van? Paco Alcacer, die moet je over FIFA of 3-4 krijgen. Dan denk ik dat je er wat mee kan. Trouwens, volgende FIFA gaat hij ook al zeker sterker zijn, want hij doet het best goed. Hallo, Beta. Gomez, dat is er ook eentje die je over een paar FIFA's wil krijgen. Hoofd. Oh, dit kunnen we allemaal wel houden. Volgende. Nog 2 premium goudpakketten te gaan. Wel echt premium shit wat eruit komt, want tot nu toe. Fucking nice. Kijk. Lerma. Je weet al, bij deze pakketten ga je niks geven. En die kan weg. Al Hilal kan ook weg. Oké, verder. Nog een premium goudpakket. Dit zijn niet de pakketten, hè, meestal. Dit zijn ze niet gewoon. Hernandez. Welcome to the club, Hernandez. Wat hebben we nog meer? Trainingen die gebruik ik echt nooit. Zijn er mensen die dat gebruiken? Ik ga het gewoon proberen te verkopen. Red Bull Salzburg. Als er... Oké, niet één club, maar een aantal clubs zijn in heel Europa waar ik een scheidhekel aan heb. Dan is het wel alles waar Red Bull voor staat. Dus jullie mogen heel snel wegwezen. Norwich City. Mooie kleuren. Mooie kleuren. Maar toch ga je weg. Oké, volgende pakket. Goudspelerpakket. Is dit hem dan? Ik vind de Team of the Week deze week trouwens echt shit, dus ik verwacht er niet al te veel van, maar... Een icon zou leuk zijn. Gregoric. Nou, die heb ik wel vaak gebruikt voor SBC's, dus jij bent welkom.
Nastasic, goede voor SBC. Tarkovsky, goede voor SBC. Klein, dat zijn goede SBC-spelers. Maar Ketty, dat is een aantal FIFA's geleden een hele goede keeper geweest. Die gebruikt echt iedereen in de Serie A. Oké, club. Een gouden beloningspakket. Hoe kom ik daar nou weer aan? Van een doelstelling waarschijnlijk ofzo. Leragar. Morieu. Nog nooit van gehoord. 1000 munten. Ja, dit is niet best, hè. Het is weer een teleurstelling. Als jullie mijn gezicht zouden zien, echt waar. Stindal. Hallo, Stindal. Welkom. En Kulu. Ah, Serie A, prima. Manager, Paco Lopez. Wembley Stadium. Nice, man. Sowieso actief maken. La Liga Santander. Wat is dat? Is dat de eerste van Spanje? Ja. Oké, die kunnen we houden. Die hebben we nodig, hè. Die plus 30 conditie. Daar wil ik er liever nog een paar van. Ik gebruik hem eigenlijk in de Weekend League wel om de twee wedstrijden. Oké, kom op. Borden. Inform. Spanje. CM, wie is dit? Lazio. Oké. Team of the week, Luis Alberto. Nice. Dat is echt een hele lekkere voor SBC's, maar ik ga even kijken. Zo, dit is wel een aardig pakket hoor. Felipe Anderson, 84. Pavlenka. Soele. Goeie SBC-speler, maar voor wat gaat hij? Want ik heb munten nodig, jongens, munten. Ah, niet al te veel, hè. Als ik die ga verkopen, kan ik hem beter bewaren tot er een keer een goede SBC voor komt. Dus voor nu gaan we deze gewoon houden. Felipe Anderson, wat kost jij? Ook niet veel. Maar goed. 4000 zo, denk ik. Gewoon proberen voor 4000. Oké, Pavlenka. Verwacht ik niet al te veel van, dacht ik al. Helemaal op dit moment. Dan is alles goedkoop. Totdat de Weekend League begint, hè, dan wordt alles duur. De rest ga ik voor nu gewoon houden, denk ik. Ja, wat kost een Sule eigenlijk? Dat zal 6000 zo zijn, 5,5. Nou, die houden we lekker. Mega pakket. Kom op dan. Di Maria. In vorm. Kom op. Hè? Wie is dit? Ik heb dus van mijn leven nog nooit van deze jongen gehoord. En hij heeft gewoon borden in FIFA. Giuliano. Speelt bij El Nasser voetbalclub. Oké. Wel 83. Dat is wel lekker, maar ik denk dat hij niks waard is. En voor SBC's kan je... Ja, hij linkt wel natuurlijk met Brazilianen, maar... Nou, ik dacht al, dit is echt niks waard. Ik hou hem wel gewoon. Dost. Bas Dost. La 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 Bas Dost. Canales. Wilshire. Romero. Op zich. Plus 15% hoofd. Nou, hij kan wel een plus 100% voor zijn hoofd gebruiken. Ah, dat mag je niet zeggen. Is ook niet aardig. Speel, snelheid en pasen. Kijk. Serie A Tim. Mocht Tim. 4 keer plus 30 conditie. Dat is ook wel nice. Een badge van Oostenrijk. Van Deportivo Cali. Nee, man. Zo. Aardig wat dubbel. Na. Baller hoor, die is erna. Wesley Hood, die is helemaal kwijt, hè, die jongen, zo jammer.
500 moet ik er toch wel voor krijgen. Deze doe ik sowieso voor te goedkoop. Nee, fuck dat. De rest kan ik houden, denk ik. De rest kan ik houden. Zeldzaam Electrum spelerpakket. Komt die, Del Piero. Kom op, Del Piero. Borden. Engeland. Doelman. Pickford. Ja, kan je wel zo'n leuk muziekje erbij gaan afspelen, maar daar worden we natuurlijk helemaal niet vrolijk van. Nou, ik heb hem nog dubbel ook, ga je me dat vertellen? Wat ben jij waard, kip? Helemaal niks, wat 1000 denk ik. Kakawa. Nou, aangezien hij nu bij zijn Beşiktaş speelt, zal het ook wel niet veel opleveren. Ook 1000. Kunnen we wel stellen dat we qua munten niet al te veel hebben gemaakt. Qua spelers eigenlijk ook niet. Maar is je eigen schuld als je niet kwalificeert voor de Champions, dan ben je gewoon een lul. Mag je gewoon zeggen. Rizzo, ben jij wat waard, jongen? 600. Die zilveren kaarten, die zullen wel. Jij dan? Ook niks. Miguel Torres. Je hebt in ieder geval een mooie naam. Nou, dat is niks. Die kan ik beter houden voor de SBC's. Hij is Spaans dus. Ook niks. Ook niks. Jij dan? 93 snelheid, jongen. Kijk, je moet altijd die zilveren spelers checken. Daar zitten echt parels tussen. Deze ga ik wel verkopen, want hier kan ik toch niks mee. Ciao, man. Ciao. Dat was hem dan vandaag voor de pakketten, jongens. Mag toch niet klagen met een inform. Een van de beste informs die er deze week in zit. 25.000 munten ongeveer. Zou hem kunnen verkopen, ga ik nog even over nadenken. Denk dat ik hem of bewaar voor SBC of op een beter moment verkoop. En dan ga ik me nog even deze keer wel kwalificeren voor de FUT Champions. Hebben we dat ook maar gelijk gehad. Dan hoeven jullie je ook geen zorgen meer te maken. Hoe doe ik dat? Ik weet het niet meer. Ik heb via telefoon gedaan. De ene keer dat ik hier aan mee heb gedaan. Wissel toegang nu in. We zijn aanwezig. Vanaf morgen. Geregistreerd. Maak je borst maar nat. Ik kom eraan. Nou. Oké. Dat was hem voor vandaag, jongens. Ik ga deze week ga ik die FUT Champions even ownen. En dan volgende week betere pakketten. Mooie player picks. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Ha ha ha.